Mevrouw Agema van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Het is alweer bijna 4 jaar terug dat deze Kamer voor het wetsvoorstel van collega's Kant en Leijten stemde. De Kamer was duidelijk in haar uitspraak. Huishoudelijke hulp is meer dan alleen schoonmaken. Medewerkers moeten daar ook eerlijk voor worden beloond. Dat was en is de geest van de wet. Gemeentes nemen soms een loopje met de wet. Eens en te meer laten te veel gemeenten zien waarom ze niet alle beleidsvrijheid zouden moeten hebben. Als Kamer moeten we daarom ook kritisch zijn. Waarom hebben we deze vrijheid gegeven? In het oorspronkelijke wetsvoorstel was het de NZA die de tarieven ging bepalen. Uiteindelijk zijn het de gemeenten zelf geworden. Wat mij betreft was dat een gemiste kans. Reële basistarieven worden nu slechts sporadisch op basis van de CAO-VVT bepaald. Ze worden voornamelijk bepaald op basis van de CAO schoonmaak of uitzendwerk. Wat vindt de staatssecretaris ervan dat gemeenten niet in de geest van de wet handelen? En zij bezuinigen op het salaris van hardwerkende mensen in de thuiszorg. Dan nog een andere vraag aan de staatssecretaris. Kan dit eigenlijk wel allemaal? De WMO is een wet die gemeenten uitvoeren op basis van medebewind. Laat de gemeente onze regels aan salaris, overtreedt die gemeente dan niet ook de grondwet? En wanneer en in welke gevallen gaat de staatssecretaris de taken van gemeenten en de kosten overnemen? Is de staatssecretaris daar al eens toe overgegaan? Zijn er gemeentes die daarvoor in aanmerking komen? Hoeveel gemeentes zijn dat dan? Het is een mogelijkheid die de staatssecretaris heeft en ik zou graag inzicht willen in hoe vaak dat nou eigenlijk voorkomt. Voorzitter, het is alweer 6 jaar geleden, net zo lang als mijn lidmaatschap van deze Kamer, dat de huishoudelijke hulp naar de gemeente ging. Voor de invoering van de WMO kreeg 75% van de mensen het huishoudelijke hulp met regie. Nu, 6 jaar later, nog geen 25%. En straks? Straks mogen we blij zijn als gemeenten überhaupt nog huishoudelijke hulp inkopen. Voor elke euro die gemeenten nu nog krijgen, krijgen ze straks een dubbeltje. Teluitje verlies. Voorzitter, we houden vandaag een debat over het salaris van medewerkers in de thuiszorg. En dat is een terecht debat. Maar als de plannen van het kabinet doorgaan, hebben we hier straks een debat over het verlies van circa 58.000 banen in de thuiszorg. En dat in een tijd dat ons land vergrijst, in rap tempo vergrijst. Voorzitter, de huishoudelijke hulp is er voor mensen die door ouderdom en ziekte hun huishouden niet meer kunnen doen. En de omgeving is er al in betrokken. En mijn vraag is nu aan de staatssecretaris, want we wachten eigenlijk al veel te lang op zijn brief, met hoe hij denkt die plannen uit te gaan voeren en liever nog hoe hij denkt die plannen niet uit te gaan voeren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.